Nou, goedemiddag allemaal. Welkom en fijn dat je kijkt naar deze webinar. Het gaat over acuut onderste luchtwegklachten, een probleem van baby tot peuter. Dus het is echt de kleine kinderen dat we het vandaag gaan over hebben. Ik ben Carol Leschen, kinderarts in Tergooi. En ik heb bij me hier aan tafel. Ik ben Florien Bennebroek-Graafhorst. Ik ben huisarts in Bussum in een duopraktijk met Anouk Balt. En ik ben Karin Kostring-Prakkel, kinderarts en kinderlongarts in Tergooi. Nou, fijn dat jullie allemaal kijken. Het is zo interactief als het kan in deze setting. Dus er zijn de mogelijkheid vragen te stellen tijdens het hele uitzending. En we proberen tussendoor alles te beantwoorden. Dus feel free. Goed, eigenlijk, wat gaan we het over hebben? Nou, we gaan beginnen met waarom deze webinar. Zal het geen verrassing zijn dat het echt een beetje drukker deze winter is nu en gaat echt worden, vergeleken met vorige winter. Dus we willen het over gewoon ziektebeeld, dat komt heel vaak voor, dat wij zien en jullie zien veel meer en ook eigenlijk heel veel praktische tips dat jullie kunnen morgen in de praktijk gebruiken. Samen met mijn collega kinderarts en kinderlongarts en natuurlijk de huisarts. Florie, hoe zit het bij jou in de praktijk? Je kwam recent hier binnen om 4 uur, net op tijd. Het is druk, toch? Ja, ja. En vorig jaar waren er natuurlijk heel weinig kinderen met luchtwegklachten en nu halen ze het in. Ja, dat gevoel heb dus jij Dus veel ook. Kinders, ja, veel... Veel, ja, en ook zeg maar van alle leeftijden, volwassenen, kinderen, tweejarigen die kennelijk vorig jaar gemist hebben. Ja, en dus niet alleen kleine baby's, maar echt wat oude kinderen, ja. Denk je ook met veel luchtwegklachten. Ja. En hoe zit het bij ons in het ziekenhuis, Caroline? En wij merken echt dezelfde trend. Veel meer infectieziekten, niet alleen respiratoire, maar ook bijvoorbeeld gastro-intestinaal. Ook meer opnames daardoor. Ja. Pieken op momenten dat je ze niet verwacht. En we merken ook dat kinderen met astma bijvoorbeeld echt onderbehandeld zijn geweest de afgelopen tijd. Omdat ze gewoon niet gedetecteerd werden, omdat ze de virussen niet tegenkwamen. Dus we merken dat in, op alle vlakken luchtwegklachten toenemen. Dus ik ben blij dat we het er vandaag over mogen hebben. Ja, en ik denk, maar dat kan je ons nu meer in detail vertellen, dat het gaat alleen maar drukker worden. Nou, dat is de verwachting. En het is heel moeilijk om daar een hypothese over los te maken. Maar we gaan ons best doen. Dus ik wou inderdaad wat cijfers laten zien. Als we teruggaan naar de presentatie, is dit als eerste eigenlijk een logic-analyse. En dat is eigenlijk het gewoon heel simpel. Het aantal DWC's dat is verricht in 2019 ten opzichte van 2020 voor de hele kindergeneeskunde. En dan zie je bijvoorbeeld dat we echt 17% minder vaak de diagnose astma hebben gesteld. Maar als we kijken naar pneumonie, is die diagnose 52 keer minder gesteld in het jaar dat we in een volledige lockdown zaten. En ook de diagnose acute bronchitis is min 15% en infecties van de bovenste luchtwegen, min 58%. Dus als het in de kindergeneeskunde, dat klopt, we hadden het vorig jaar relatief rustig, konden goed bijdragen aan de COVID-afdelingen. Maar dit jaar is dat anders. Gaan we even naar de volgende slide, waarbij we eigenlijk zien dat dezelfde trend is opgetreden bij de bovenste luchtwegklachten. En ook daar bijvoorbeeld de infarinitis klachten, min 25%. Middenoorontstekingen hebben wij als kinderartsen 42% minder gezien. Dus dat was in de volle breedte zichtbaar. Gaan we door naar de volgende slide. Waar eigenlijk de onverwachte RS-piek kwam. Jullie weten allemaal het beloop van de lockdown. Die werd eigenlijk langzaam opgeheven vanaf de periode maart. Kinderen gingen weer naar school. Kinderdagverblijf gingen weer open. En toen kwam RS. Totaal buiten alle seizoenen om in juli vol aan de bak. Bij de huisartspraktijken. Ook op de kinderafdeling. Zeker op de kinder-IC's. We lagen op een gegeven moment vol in Nederland. Nou, dat hebben we niet eerder gehad. En als je links in het figuur kijkt, zie je heel mooi het beloop van RS over de verschillende jaren, waar 2021 de blauwe lijn heel alleen staat. En deze trend hebben we niet alleen in Nederland gezien, maar eigenlijk over de hele wereld. Het begon bij Australië, maar in Europa precies hetzelfde beeld. En de werkdiagnose waardoor dit komt, is toch het uitblijven van immuniteit. En op het moment dat kinderen weer samenkomen, krijgen deze pieken. Volgende slide graag. Dat is ook vastgesteld. Links is een figuur van onderzoek wat door het Amsterdam UMC wordt gedaan, waar gekeken wordt naar antistof in moedermelk bij moeders die bijdragen aan de moedermelkbank.
En zij waren zo vriendelijk om deze nog niet gepubliceerde cijfers al met ons te delen. En dan zie je dat... met bijvoorbeeld de antistoffen tegen het RS-virus tijdens de pandemie duidelijk lager zijn dan voor de pandemie. En hetzelfde is zichtbaar voor het influenza-virus. En als we dan kijken naar antistoffen bij kinderen tegen gewoon een normale coronavirus, dus niet SARS-CoV-2, en je kijkt in de rechterfiguur, dan zie je dat ten opzichte van april 2020, de donkerblauwe figuren, de lichtblauwe figuur, dat is het jaar 2021, aantoont dat er eigenlijk veel minder antistoffen detecteerbaar zijn bij kinderen in verschillende leeftijdscategorieën. En wat voor deze virussen geldt, we kunnen ervan uitgaan dat dat voor alle virussen geldt. Gaan we naar de volgende slide. Als we nou een voorbeeld nemen van het griepvirus. Nou, wij zijn er allemaal een beetje huiverig voor. We zien in linksboven een figuur waarin we zien hoe vaak het griepvirus gedetecteerd is. En dan zie je dat eigenlijk dat vorige winter totaal is uitgebleven. En dan zien we linksonder dat heel langzaam het griepvirus wel weer wordt gedetecteerd op dit moment in Nederland. En we zijn benieuwd hoe hoog die piek is. Er zijn een aantal studies die daar wat voorspellingen naar doen. Als we kijken naar rechtsboven, is dat een figuur die eigenlijk aantoont, ja, hoe grote kans is dat je opnieuw last krijgt van het griepvirus ten opzichte van de tijd waarin je dat virus voor het laatst bent tegengekomen. En dan zie je op de x-as de tijd in jaren staan en op de y-as die kans. En dan zie je dat, ja, hoe langer het duurt voordat je het griepvirus voor het laatst bent tegengekomen, hoe meer kans je hebt dat je daar ook echt klinische symptomen van hebt. Omdat je geen immuniteit hebt. Dus het is moeilijk om een voorspelling te doen. Het zuidelijke halfrond helpt ons dit keer niet mee, wel met de RS-piek. Maar we verwachten wel een toename van luchtwegklachten. Ja. Dankjewel. Nou, bedankt voor dat toelichting. We zullen het zien. Het was ook voorgespeld vorig jaar in september dat we zo'n heel rustig winter hebben. Dat klopt ook. Dus we zullen het zien. Goed, ik wil met jou, Florien, even terug naar de spreekkamer. Een jongetje, Michael, 3 maanden oud, komt met zijn moeder. Ze vertrouwt het niet. Hij zal een paar dagen snotteren, een beetje hoesten, maar sinds 2 dagen vindt ze hem echt benauwd. Hij drinkt nog zijn flessen, nou, meer dan de helft, misschien bijna 3/4. Ja, die krijg je heel vaak eigenlijk, denk ik, ja, in deze periode en zeker in het RS-periode. Hoe, ja, pak je dat aan in de huisartspraktijk? Nou, je kijkt natuurlijk eerst van hoe ziet het kind eruit, hoe ligt hij erbij, hoe bezorgd is de moeder, is het kind alert of is die echt of een beetje suffig, is die hangerig, is die, hoeveel snot is er eigenlijk? Meestal is er heel veel snot. Ja. Heeft het kind koorts of niet? Broertjes en zusjes verkouden, hoeveelste in het gezin is het? Ja, hoe adequaat zijn de ouders? Hoe schat je dat in? Meestal ken je de ouders ook, dus dat, ja, is wel handig. En soms is het ook handig om te weten of het een eerste of een tweede of een derde of een vierde kind is. Dat maakt ook nog wel uit. En of ze naar de crèche gaan, ja of nee, en wat daar de honden doet. Dus dat zijn echt de dingetjes wel waar je op let. En ook soms hebben ouders een flesje mee en vraag je of ze dat kunnen geven. Dan kijk je ook hoe makkelijk dat of moeilijk dat gaat. Ja, en heb je tijd daarvoor eigenlijk? Nou, 10 minuten. Ja, 10 minuten ben ik wel in. En wat gebeurt bij ons in het ziekenhuis, want dat is elkaar liever, dan gaan we altijd saturatie meten. Dat doen we gewoon bij een ziekenhuis. Maar hoe zit dat bij het, in de huisartspraktijk? Nou, we hebben wel eentje voor volwassenen, maar niet eentje voor kinderen. Gebruik je dat dan aan een kind? Nee, heel goed. En mis je dan een saturatiemonitor voor een baby of een jong kind? Nee, want nee, als ze heel benauwd zijn, dan moet je er toch iets mee. Ja, ik denk dat het een heel belangrijk punt is. Omdat als je hoeft niet allemaal een saturatiemonitor van een kind te kopen. En zeker niet een volwassene bij een kind gebruiken. Maar je kan van wat je ziet aan het kind, dat goed inschatten. Daarmee. Maar wat doen wij in het ziekenhuis? Wij meten wel de saturatie iedere keer. Maar dat is maar één van de parameters. Hè? Dus we kijken ook echt naar hoe dat kind erbij ligt. Eigenlijk precies zoals jullie het doen. En we proberen dat heel gestandardiseerd aan te pakken. En dat ze op dezelfde manier doen. Ik vind dat wel fijn om even te laten zien wat wij aan onze assistenten en co-assistenten leren. Want het is altijd zo lekker gestructureerd. En dat we beoordelen gewoon de 3 E's. En dat gaat over effort die wordt geleverd door het kind. De effectiviteit van de ademhaling. En het effect van de mate van ademhaling op de andere
organen. En als we kijken naar de inspanning die een kind levert, dan gaat het onder andere om, kan die fles nog worden gedronken, hè? Maar dat is ook de effectiviteit van de aanmaning voor een deel. Maar ook, wat is de aanfrequentie? Is er sprake van tachypneu, ja of nee? Is er sprake van dyspneu? Is een kind aan het intrekken? Is er sprake van neusvleugelen? Worden hulpademhalingsspieren gebruikt? Heeft het kind moeite met drinken en of spreken? Bij de wat oudere kinderen natuurlijk. Als je kijkt naar de beoordeling van de effectiviteit van de ademhaling, dan gaat het erom, als die ademteug wordt genomen, komt de lucht dan überhaupt in die thorax? Zijn het thorax-excursies? Als je het hebt over auscultatie, kijk, is er sprake van verlengd experium of piepen? Of is er sprake van een silent chest? Komt de lucht überhaupt niet binnen? En ook zuurstofsaturatie nemen wij mee, maar met al die andere factoren heb je eigenlijk al voldoende informatie om hier een uitspraak over te doen. Als je kijkt naar het effect op andere organen, dan gaat het met name, hoeveel last heeft dat hart ervan? Hoe tachycardisch is het kind? Waarbij, als kinderen al eerder salbutamol hebben gebruikt, dat wel iets kan zijn wat de hartfrequentie kan beïnvloeden. En je kijkt met name, is een kind geagiteerd, onrustig of juist suf? Dat vind ik nou echt alarmsymptomen waar we extra oplettend zijn. Soms kan je het mis hebben. Er zijn 3 instinkers. En dat is een uitgepunt kind die gaat rustig ademhalen. Die heeft gewoon niet meer de kracht. Maar dat kind is suf, reageert niet meer op je onderzoek. Die is echt ziek. Die pik je eruit. Ziet ieder huisarts. Precies, die pik je er zo uit. Ja, zeker. En de groep kinderen die ik ook altijd een risico vind, zijn de kinderen met een neuromusculaire ziekte. Dus waarvan je al weet dat ze gewoon hypotoon zijn, die kunnen niet zo makkelijk dyspneu maken. Dus dat zijn kinderen bij wie we ook echt moeten opletten. Dus dat zijn onze 3 E's. Normaalwaarden, wil ik het ook nog heel even over hebben. Ja, die hebben we. Dat is de volgende slide. En die zijn namelijk afhankelijk van de leeftijd. En dat is zo'n tabelletje wat altijd goed is om echt gewoon in je hoofd te printen. 1 maand, 35 tot 55 is normaal. En bij 12 jaar is dat 25 tot 20 keer per minuut een ademteug nemen. En ook bij de hartfrequentie heb je normaalwaarden die leeftijdsconform zijn. Dus die zijn altijd goed om in je achterhoofd te hebben bij die beoordeling. Ja, en ik wil even 1 ding over intrekkingen, omdat jongen, dat is vaak een alarmsymptoom, maar dat moet je meenemen met het geheel. Omdat kleine kinderen, jonge kinderen, dat borstkas is heel veel kraakpijn nog, dus zij kan heel makkelijk intrekken. Dus zij kan intrekken en ook tegen je lachen en een fles drinken, dus ze hebben niet zoveel last, ze zijn niet benauwd. Maar als je een ouder kind hebt, een kind van 6 die trekt in, dat is echt een alarmsymptoom. Dus ik denk dat is een heel belangrijk met alles, je neemt het in het geheel. Ja. Ja? Goed, dus onze Michael die heeft een bronchiolitis en snot overal. Dus wat doen we daarmee? Nou, niet zo gek veel. Als we hem hebben nagekeken en en tot die conclusie gekomen zijn, ja, dan is het meer dat je probeert de ouders gerust te stellen, dat je hem in de gaten houdt, dat je ze uitlegt inderdaad wat voor alarmsymptomen er zijn, dat als hij zieker wordt. Dat zit wel in de weg hoor. Ja. Heb je, wat doe je naar mij? Een beetje troepelen of zo? Een beetje kilometersoline erin. Ja. Ja. Ja, maar kijk, wij vaak te horen van huisarts dat je mag acetylcholine niet voorschrijven onder de leeftijd van 2. Dat is absoluut niet waar. In kinderformulaar staat het zelfs vanaf 3 maanden, om soms begrijp ik dat betekent is moeilijk, maar dat neus open te houden kan je heel veel baat hebben. Want de neus is open, het kind kan misschien beter drinken en ze niet benauwd. Je hebt een paar opties, hè? Je kan de neus druppelen, maar je kan de neus ook spoelen met zoutoplossing. Dus je hebt van die nebulus bijvoorbeeld van Otrivin, maar je kan het ook oplossen. Dus mensen die dat te duur vinden, ik zeg altijd pak gewoon keukenzout, pak een theelip. Lepeltje in 1 liter lauwwarm water en spuit met een met een spuitje gewoon die neus open. Maar daarmee heb je wel dit stuk van de neus open en met die druppel bereik je altijd dat. Dus als die neus echt een probleem is, gewoon spoelen en niet alleen druppelen en daarna de xylo erin zodat het open blijft. Yeah. En die kinderen, die lukt het meestal wel om die fles dan op te drinken. Yeah. En die voelen zich uiteindelijk toch iets rustiger, kunnen makkelijker in slaap komen, waardoor ze meer kans hebben om er gewoon zelfstandig doorheen te komen. Dus eigenlijk een heel belangrijk boodschap is dat dat neus goed behandelen. Zout kan je onbeperkt gebruiken. Ja. En die silo met de saline, vanaf 3 maanden is het mag. Ja. Dus gebruiken. En heb je nog een advies over hoe vaak per dag, maximaal? Silo 3 keer per dag. Ja. Ja, en dat is 0,025%. Ja. En dat zout totaal onbeperkt, anders komt het niet zo snel te veel. Ja. En liefst net voor een voeding natuurlijk, en dan ben je in optimale conditie. Ja.
Wat vind jij nou risicopatiënten? Bij welke groep ben jij nou altijd bang als de huisarts belt? Van hey, die moet ik echt zien. Ja, dat is een heel belangrijke vraag. Aan de kleinkinderen, dus ik bedoel jongkinderen met name. Dus kinderen onder 48 weken post-conceptional age. Die hebben meer kans op apnees. En dat is ook een heel belangrijk punt denk ik in de huisartspraktijk. Is ook deze jonge groep. En ook als je prematuur bent geboren bent geweest. Die kan apnees hebben. Voordat ze echt benauwd zijn of veel last hebben. Dus als je in het amnesie hoort dat de moeder zegt, ja, hij deed het even niet, neem dat heel serieus in deze groep. Dus jongkinderen, kinderen met onderliggende ziekte, dus een kind met een neurologisch probleem, een kind met Down-syndroom, hypotoon, ex-prematuur kinderen, die zijn eigenlijk in de risicogroep. Ja. Dysmature? Maakt dat niet zoveel uit? Dysmatuur maakt niet zoveel uit, maar ook is het prematuur en dysmatuur. Ja, dat, ja dan. En jong, ja. Natuurlijk. Ja. Dus. En welke groep moet nou het ziekenhuis bereiken? Wat vinden we daarvan? Nou, de risicogroep kan je sneller insturen, ja. Natuurlijk. Ook als het niet zo benauwd. En eigenlijk kinderen dat hard aan het werk, dus op je de drie E's heb je dat uitgewerkt. Het gedrag is veranderd, dat is een heel belangrijk punt. Onvoldoende binnentrek, dus ja. Minder dan de helft zeggen we dan allemaal op teken van dehydratie. En het kleur is natuurlijk behandeld, dus dat heb je beoordeeld. En soms, ik denk dat ook soms ouders, als je twijfelt of ze adequaat zijn. Ja. Heb jij andere... Nee, dat categorie? Doe ik ook. Dat doe precies ja. Die groep. Wat ik dit seizoen wel lastig vond, is dat we relatief wat oudere kinderen hadden. Normaal was dat bronchitis onder het jaar. En dan had je zo'n piepend kind. Nou, dat was een bronchitis. En boven het jaar moet je ook altijd denken of ze nog last hebben van viraal piepen. Dit jaar hadden we een categorie die wat ouder was, hè, met bronchitis. Dus hoe maakt dat onderscheid nou? Moeilijk. Dat is echt heel moeilijk. En ik heb net een mooie vraag binnengekomen. En ik denk dat dit is echt precies waar wij op komen. Is de vraag is, en in hoeverre heb je wat aan COP-bepaling en in differentiate viraal, bacterial en in een kind met tachycardia koorts en local crepitaties, denk ik dat het is. Dus eigenlijk heb je een kind die heeft koorts, tachycardia en afwijking bij auscultatie. En de vraag is, helpt een COP ons dat? Ja, ik denk dat jullie gebruiken het best vaak voor volwassenen toch, ja. In praktijk. Maar hoe zit dat met kinderen? Gebruik je dat ding? Nou, wij hebben hem pas een dag of zes. Oh. Maar, en wat sowieso lastig is, is dat je een heel buisje moet vullen. Dus dat je denk echt krijzende kinderen hebt. Ja, maar zou zeggen, eerlijk gezegd, het helpt je niet. Dat is heel belangrijk eigenlijk. De COP, we weten het ook van onderzoek voor kinderen met pneumonie en bronchiolitis. Dat kan hoog, laag, het kan alles. Het helpt je niet. Het is echt een klinische diagnose. Dus je hoeft dat kind niet te prikken. Het helpt je niet. Het scheelt weer. Ja. Als we teruggaan naar die vraag over dat viraal piepen en bronchiolitis. Hoe maken jullie dat onderscheid? Hoe doe jij dat voorzien? Geef je als pufjes dan in de huisartspraktijk als je erover twijfelt? Ja, als je zeg maar echt een piepend kind hebt, ja. Dan geven wij vaak wel pufjes en dan wachten we even of het wel doet, ja of nee. En daar maak je dan je verdere beleid op. Ja, dat vind ik heel mooi, want dat doen wij ook. Dus als wij twijfel hebben, dan geven we gewoon pufjes en niet één, want één is geen, zeggen we altijd. Maar 2 tot 4, afhankelijk van de mate van benauwdheid. En daarna, na een kwartiertje, gaan we gewoon luisteren. En hoor je gewoon geen verschil, ja, dan is het heel onwaarschijnlijk dat het viraal piepen is. En dan mag je de diagnose bronchiolitis stellen. Ja, en omdat niet alles de piep reageert op de ventilator. Dus je moet altijd beoordelen voor je ouders wegsturen met de ding. En ik neem het aan dat jullie hebben allemaal voorzetkamers in de praktijk. En je weet ook, voor verschillende leeftijd gebruiken we verschillende. Dus dit is voor een kind onder de 1. Eerlijk gezegd, als je piept bij een kind onder de 1, dus bij een bronchitis, het werkt bijna nooit. Je kan het proberen, maar het werkt niet. En dan dit is voor kinderen onder de 4 en kinderen vanaf 4. Goed, en inderdaad, eindpuff is geen puff. Zullen we nog eens wat achtergrondinformatie geven? Ja. Over bronchiolitis? Ja, we kunnen nu... Wat is bronchiolitis? Nou, het is een virale ontsteking van de bronchioli. Dus die heel kleine buisjes. En
wat ik zeg eigenlijk altijd tegen ouders, is dat de buisjes zijn klein, dat is vaak bij kleine kinderen. Je hebt echt door dat virus. En het is niet alleen RS, het kan heel veel andere viruses veroorzaakt, een bronchiolitis, je krijgt heel veel slijm. En dat is de klachten dat je ziet. Het is een klinische diagnose. Het begint precies met onze patiënt, S, not hoesten en benauwd. En meestal piek je rond dag 6 en dan langzaam wat je beter. Wat is wel belangrijk is dat kinderen die opgroeien in een rookomgeving hebben meer last en langer last. Dus ook als ouders roken, dit is een moment gebruiken in het over het rookgedrag te hebben. En we hebben het eigenlijk over de kinderen dat we zullen sneller insturen. Volgende slide. En wat kunnen we? Eigenlijk, we kunnen niet zoveel voor de behandeling van de oorzaak, de virus, maar behandeling is ondersteunend. Dus wat we doen in het ziekenhuis eigenlijk, de reden voor opname, is de kinderen met die risicogroep, de kinderen die zuurstof nodig en de kinderen die een onvoldoende intake hebben. En dan krijgen ze zuurstof, krijgen ze voeding per zonde, heel goed neustoilet en wachten. Lange termijn, ik vind dat heel fijn als ouders op de hoogte zijn van wat ze daarna kunnen verwachten. Want daar merk ik vaak onrust over. Kinderen blijven na zo'n bronchitis toch nog wel 6 tot 8 weken gewoon hoesten. En dat moet je aan ouders uitleggen, want dan is er een heleboel stress weggenomen. Ja, verwachtingsmanagement is heel belangrijk. En als de kinderen ook nog wonen in een gezin waar gerookt wordt, gaat dat nog veel langer duren. En ook die uitleg kan een hele mooie motivatie zijn om ons toch met roken gesprek. Dus dat is wat ik ook altijd benoem. En in de 6 maanden daarna zal het kind bij elke virusinfectie gewoon makkelijke hoestklachten krijgen. Als ouders dat weten, dan is het acceptabeler. Dus dat is altijd goed om uit te leggen. Ja. Het kan, het hoeft niet altijd natuurlijk, maar het kan. Ja. En nu hebben we het lang over bronchitis gehad, maar we hebben een heel palet, hè, op dat spreekuur van jou, Florien, meestal. Hè? Dus dat is altijd de uitdaging. Want Malou komt ook, en Malou is 2 jaar en 3 maanden, is eigenlijk al 3 dagen verkouden en aan het hoesten. En gisteren werd ze echt benauwd daarbij. Een hijgende, hoorbare ademhaling. Ouders horen ook piepen, niet altijd, maar wel regelmatig. En oude broer heeft astma. En die heeft een puf. Dus die hebben ze wel eens gegeven en die hielp wel. En ouders zijn verder nog wel tevreden. Ze drinken en eten wel voldoende, maar die dyspneu, die benauwdheid, zit ze gewoon echt niet lekker. Als jij nou zo'n patiënt binnenkrijgt, wat doe jij dan? Nou, eigenlijk natuurlijk wel weer ongeveer hetzelfde als bij de vorige. Dus je kijkt een kind na, je kijkt hoeveel moeite het heeft met ademen, je luistert naar de longen, je kijkt naar de ademfrequentie, je kijkt naar de hartfrequentie. Dus jij doet de 3 E's ook automatisch. Ja. En dan denk ik dat ik deze toch ook wel weer een paar pufjes zou geven en weer een kwartier in de wachtkamer zou zetten en kijken of het helpt. Ik ga het je verklappen. Helpt. En die helpt, dus dat is hartstikke fijn. En wij merken dat ouders hele wisselende adviezen krijgen over hoeveel pussen ze moeten geven. Wij dachten het is een goed onderwerp om hier toch even te bespreken. Want wat doe jij meestal als ouders? Als puff helpt? Zo nodig 4 tot 6 keer daags 2 pufjes. Ja, ja. Dat is ook echt de frequentie waarin het makkelijk mag. Wij geven nog wel meer en ik denk dat dat ook prima is voor vanuit de huisartspraktijk. Dus wij geven tot 8 keer per dag 4 pufs. En dat is best veel. En ik merk dat ouders ook best wel even aan moeten wennen. Maar als dat kind tussendoor gewoon prima klachtenvrij is en na 2,5 uur weer milde benauwdheidsklachten krijgt en piept, dan is het verstandig om ze gewoon echt lekker open te zetten, zodat ze niet toenemen. Omdat het meestal een beetje uitgewerkt bij 3 uur. Dus dat kan makkelijk. Ja. Ik weet in jullie oude standaard stond echt minimaal 2 pufjes of zo 4 keer per dag. Ja. Ik weet dat er komt een nieuwe standaard. En Kerre, wat leg jij nou aan ouders uit over het beoordelen van het effect? Want wij doen dat op een momentopname in de spreekkamer. Maar je zit altijd in een bepaalde cyclus, hè, bij zo'n periode van viraal piep. Je hebt een periode van toename van klachten, daarna afnemen. Dus ze moeten leren van ons hoe ze daarna moeten kijken. En ook hoe ze moeten inschatten of er meer of minder pufjes nodig zijn. Hoe leg jij dat uit? Ja, dat is... wat heel belangrijk is, zij hebben gezien dat het werkt. Hè? Ja. Wij hebben dat ook beoordeeld. Zoals ze hebben hun kind gezien, echt benauwd. Vaak heel veel herrie. En dan rustig, dus ze ziet dat werkt. Dus dat herkennen ze. Maar ook natuurlijk voor wanneer terugkomen voor alarmsymptomen. Dus dat is heel belangrijk als
dit kind echt binnen een uur of veel vaker de puffers nodig heeft dan aan 3 uur. Of ze geeft puffers en wij geven dit puffer en wij hebben echt soms 4 tot 8 keer puffen en dat onvoldoende helpt. En dan weer kom ik terug op mijn 3 E's, dus de benauwdheid en de gedrag van het kind. Als het drinkt, als het een jonge kind is, of in zinnen praten. Dus echt duidelijk alarmsymptomen, maar in de praktijk echt waar wheezers heel vaak reageer heel goed daarop. En het duurt even dat je een dag of zo moet intensief en dan kan je afbouwen. Ja, en ik merk dat ouders ook wel waarderen als je ze een soort stappenplan meegeeft. Ja. Dat doen wij vaak op papier, dat laten we ze ook zien in een sluit. Maar dat kan je gewoon op een post-it bij je gewoon neerzetten. Maar wij hebben gewoon daar een standaard format voor, wat makkelijk is. Kunnen jullie zo kopiëren van de website. En daar staat in gewoon begin met bijvoorbeeld 8 keer per dag 4 puffs als je inschat dat het nodig is. Maar het kan ook zijn, begin met 4 keer per dag 2 puffs. En als het goed gaat, neem je deze stappen naar beneden om het af te bouwen. Maar als het slecht staat, dan ga je zo omhoog. En als je dat plafond hebt bereikt, dan moet je bellen. En dan moet je ook komen. Precies. Dat en, ook als je, en het is niet de bedoeling dat je een week moet blijven puffen. Dan nee. Moet je ook even nadenken. Precies. Dus bedoeling. En echt, dat is heel handig het op te schrijven. Want ouders vergeten het anders. We gaan nog wat achtergrondinformatie geven. Hè? Gaan we even terug naar onze PowerPoint. Want wat goed is om te weten en wat ook altijd wel fijn is om aan ouders uit te leggen, is dat ongeveer 30% van de kinderen onder 3 jaar wel eens een periode met viraal piepen doormaakt. En als je kijkt naar kinderen onder de 5 jaar, zijn dat te veel meer, 45%. En of ze dat doormaken is afhankelijk van atopie in de familie, anamnese, maar ook bij zichzelf. Kinderen met een melk-eiwitallergie of eczeem hebben gewoon meer kans. En meestal zijn die kinderen tussendoor prima, hebben geen klachten en zijn gezond. Als we kijken in de rechte figuur zien we eigenlijk de kans op viraal piepen bij zowel kinderen met atopische ouders als kinderen die het kinderdagverblijf bezoeken. En je ziet in de linker kolom aan de achterzijde dat de kans het hoogst is als beide ouders allergisch zijn en als kinderen een groot kinderdagverblijf bezoeken. En dat heeft dus te maken met en blootstelling, maar ook genetische factoren. Episodisch viraal piepen is op dit moment de meest gebruikte term in Nederland. Elke zoveel jaar verandert het dan weer. En wat wij tegenkomen is een heel scala, staan allemaal linksonder. Ik vind peuterastma altijd best wel een lekkere term om aan ouders uit te leggen. Maar gewoon piepen, wheezing, happy wheezen vind ik ook altijd heel mooi toepasselijk. Wordt nog steeds veel gebruikt. Maar als we het even hebben over hoe we het echt willen noemen, is dat graag episodisch viraal piepen. Nou, die virussen, waar we toch nog even verder uitdiepen. Want als je een virus hebt meegemaakt, dan zie je in de rechtsfiguur eigenlijk heel mooi staan dat de kans op viraal piepen daarna, dat zijn de niet gestippelde lijntjes, gewoon veel groter is. En dat is ook weer goed om aan ouders uit te leggen. Gaan we door naar de volgende. Dit gaat eigenlijk over pathofysiologie. Wij hebben hier figuren voor in het ziekenhuis, maar deze plaatjes kan je zo gewoon printen, want ze laten zo mooi zien wat er nou gebeurt. Je hebt een normale luchtweg met een slijmvlieslaag, een bindweefslaag daaromheen en daaromheen eigenlijk heel relaxed, ontspannen spieren. En een kind heeft op een gegeven moment toch genetische of omgevingsfactoren waardoor met name dat slijmvlies wat geprikkeld raakt. Op zich nog niet zo'n probleem. Raakt wel opgezwollen, is al minder ruimte, maar dan komt die prikkel eraan. Virus of een allergische prikkel. En nou, die spieren gaan samenknijpen en de luchtwegtoegankelijkheid wordt een stuk minder. En dat is ook wanneer wij het piepen echt gaan horen. Dan gaan we door naar de volgende. En wat we eigenlijk willen aangeven is dat het een heel heterogeen beeld is, dat episodisch viraal piepen. Frequentie kan zijn van af en toe een beetje tot echt bij iedere verkoudheid. Ergens kan zijn van, ja, ik hoor hem, maar hij speelt gewoon heel lekker. Tot een kind wat recidiverend op de IC belandt. Beloop op de korte termijn kan verschillend zijn. Je hebt kinderen die alleen piepen bij verkoudheden. Maar ook bijvoorbeeld al bij contact met de kat van oma. En het beloop op lange termijn is ook heel verschillend. Dus sommige kinderen hebben echt puur episodisch viraal piepen, groeien daar overheen. En je hebt ook kinderen bij wie toch persisterende klachten ontstaan. Die zijn toch astma aan het ontwikkelen. Die zijn astma aan het ontwikkelen. En ook bij kinderen van 3 jaar kunnen wij af en toe echt wel de diagnose klinisch, nog niet met longfunctie, astma stellen. En dat maakt ook uit, hè. Je hebt toch kinderen die je gaat behandelen met inhalatiecorticosteroïden. En wij nemen meestal het kinderen die opgenomen zijn geweest. Daar is het echt wel een reden om eens te kijken of we met onderhoud de kans op opname kunnen voorkomen. Maar ook de kinderen die echt toch elke verkoudheid tegenaan lopen.
lopen, die geven een proefbehandeling. Dat leg ik altijd wel aan ouders uit. Want een proefbehandeling betekent dat je start met medicatie voor 6 tot 8 weken. Je beoordeelt het effect en is het effect er niet. Ofwel stop je eigenlijk bij allebei. En als je een positief effect hebt en je ziet de klacht terugkomen nadien, dan weet je, oké, dit is nou echt een kind met episodisch verhaalpiepen met recht op onderhoudsbehandeling. Ik wil nog even bespreken bij welke patiënten we moeten opletten. Dat is de volgende sluit. Maar dat zijn kinderen met recidiverend atypisch piepen. Kinderen onder het jaar, die hebben eigenlijk niet de diagnose episodisch viraal piepen. Dat komt heel weinig voor. Dat zijn kinderen, als die elke keer vastlopen bij virale luchtweginfecties, dan moeten de alarmsymptomen aangaan. Kinderen die wij ook graag zien op dat moment. Vaak zit daar toch een anatomisch onderliggend probleem. Kan zijn dat een kind is met zo'n postbronchiolitis, bronchopathie, die RS heeft doorgemaakt en daardoor vaker gaat piepen. Maar trap daar niet in de valkuil om de volledige behandeling met inhalatiecorticosteroïde op te starten. Maar kijk goed wat de differentiale diagnose is. Ik denk eigenlijk moet je nooit in de huisartspraktijk inhalatiesteroïden onder de jaar. Nee, ben ik met je eens. Dat is een heel belangrijk punt. Ja, ben ik met je eens. Ook neonatale bijzonderheden moet je meenemen hiermee. Als kinderen bijvoorbeeld langdurig zuurstofbehoefte hebben gekregen bij prematuriteit en daarna blijven piepen, is vaak anatomische onderste luchtwegproblematiek. Als kinderen niet alleen bij virusinfecties, maar ook bij elke inspanning gaan piepen, let op, kan een trageo op bronchomalacie zijn. En groeivertraging, afwijkende vorm van de borstkas, persisterende auscultatoire afwijkingen. Ja, dat zijn patiënten die wij heel graag met jullie mee bekijken. En ik denk dat dat voor mij. Ja, en ik denk dat ook de kinderen dat vroeger, wij noemden happy wheezes eigenlijk. Ja. Omdat wij die deden, ja, ik ben zo oud, deed niet zoveel diagnostiek als we nu waren. Top kinderen die hadden onderliggende tracheobronchomalacie. Ja. Want je groeit er overheen. Dus echt een kind op jonge leeftijd onder de jaar is echt een red flag. Ja. Ook als het goed groeit en ontwikkelt. Die altijd herrie maken klopt niet. Maar en zou je dat dan anders aanpakken? Dat is misschien een zijweg. Doorverwijzen. Maar want je zegt het gaat vanzelf over. Als ze bij jullie komen. Nee, maar dat moet je eerst weten. Omdat daar is een heel lang DD. Van allerlei andere afwijkingen. En wat is belangrijk, als je een tracheobronchomalacie hebt en dat kraakbeen is slap en het gaat stikte klappen. En als je ouder wordt dan meestal, dan weet het niet zo de kraakbeen klappen. Ja. Maar wat gebeurt is, als dat dicht klappen, dan slijm gaat achter blijven hangen, krijg je infecties, kan je schade krijgen. Dus je zou er wel wat aan doen als je absoluut, het weet. Absoluut. Kinderen krijgen veel laagdrempelige antibiotica bijvoorbeeld. En deze kinderen komen echt laat eigenlijk, vind ik. Want wij zien hem soms nu op leeftijd van 2, 3. Ja. En bijvoorbeeld gisteren op mijn poli. En vanaf 3 maanden was hij altijd aan het hoesten, herrie maken, piepen. Dus ik denk dat is voor een heel belangrijk boodschap voor deze. Meestal is het gewoon acuut en de kinderen knap op. Maar als ze blijven klachten houden, blijven hoesten, blijven natte hoesten. En piepende ademhaling onder de leeftijd van jaar, dat is echt een reden door. Ja, en Carol, ik heb ook altijd die ouders aan mij vragen: hoe groot is nou de kans dat het kind overheen groeit? Hebben ze allemaal over gelezen dat dat kan? En ze willen dat overheen heel graag. Wat overheen groeien? Nou, dat ze op een gegeven moment geen last meer hebben van piepen bij elke verkoudheid. Wat leg jij dan uit? Oh ja, we zijn nu terug naar gewoon episodisch viral wheeze. Ja, dat is eigenlijk. Nou, je hebt een kans dat een deel van deze kinderen zijn toch astma gaat ontwikkelen. Ja. En dat komt vaker voor natuurlijk als het kind zelf atopisch is. Dus als het kind eczeem heeft op atopische gezin. Maar die kinderen die echt alleen met viraal luchtweginfecties piepen tussendoor helemaal goed. Geen atopie, geen atopische ouders. En ik zeg meestal basisschool rond de leeftijd van 5, 6. Dus en in de loop van de tijd zie je dat het soms sneller gaat. Maar die kinderen groeien echt. Het is echt die jonge kinderen. Oké. Zullen we nog even hetzelfde? Precies hetzelfde. Zullen we even de behandeling nog samenvatten? Goed. De behandeling is dan eigenlijk wenteling geven, genoeg wenteling geven en vaker. Dus één pup is een klein pup, heb je ongeveer 3 keer gehoord, met een goede voorzetkamer voor de goede leeftijd. Wat is wel heel belangrijk, dat we om 2 keer altijd oefenen wij vragen ouders altijd zelf te doen. En zo vaak doen ze het niet hoe wij vinden dat het moet. Dus altijd schudden. En gaan we even één ding, één puff.
En dan het kind gaat rustig, als het goed is rustig ademen en je ziet die klepje bewegen 10 keer. Maar als je 2 puffjes gaat doen, dan moet je opnieuw beginnen. Schudden en weer in en puffen. Want het wordt gebeurd heel vaak is mensen doen 1, 2 puffjes. Nou, dat is niet zo effectief als schudden tussendoor. Dus dat is een heel belangrijk punt. Goed instrueren je ouders. Dus we gaan wisselen echt 1 puff is geen puff, 2 tot 4. Iedere 3 uur. En net als Caroline zei, als die kinderen iedere verkoudheid een paar keer heeft gehad, dan kan je proeven inhalatiesteroïden. En na 6 tot 8 weken kan je niet stoppen en kijken wat er gebeurt. Ik heb wel een vraag eigenlijk aan Florien. Inhalatiesteroïden, wij zien ook regelmatig kinderen die komen langs met Flixetide, we hebben ook Cuba natuurlijk, maar Flixetide 50. 2 keer per dag is onderhuid inhalatiesteroïden. Dat is heel laag. Dat is heel laag, ja. Het klopt. Daar niet aan beginnen. Altijd begin met, in het geval van Flixetide, 2 keer 125 of Cuba 100. Dus 50, er is geen reden 50 ooit te geven. Nee. Oh, doe ik ook nooit. Nee. Het staat ook niet in de richtlijn. Nee, precies. En oraal corticosteroïde. Ja, precies. Omdat wij zijn, misschien zijn jullie dat ook gewend, kinderen met een astma-exacerbatie met prednisolon kortdurend te behandelen. En dat kan je met viraal piepen ook. Maar dat zat ik niet in de huisartspraktijk. Die zijn de kinderen eigenlijk dat wij nemen op. Ja, dat ben ik met je eens. Goed, en op die volgende dier, dan zien we een van onze, hoe heet het, dingetjes, onze voorzetkamer, die hebben we gehad. En nu hebben wij, dit is wat wij gebruiken aan de ouders geven voor een afbouwschema. Heel handig, iets op papier, want ze vergeten alles. Ja, ik ook drie. Goed, nou, we zijn hard aan het werken. Dus nu komt je volgende patiënt. En dit is Erik. En hij is 3. En het is een kort verhaal eigenlijk. Hij heeft hoge koortsen sinds 2 dagen. Klaagt ook een beetje over buikpijn. Is ziek. Echt die rode wangen. Een beetje hangerig, maar wel alert. En je ziet een steunende ademhaling. Dus hij is echt een beetje... Goed, en als je hem ziet, dan hij trekt een beetje in, zo'n kostaal. Wel tachycardie, maar hij heeft ook koorts van 39, zijn hartfrequentie is 120, zijn ademhaling 45. Maar hij is heel alert, hij is een beetje dood vogeltje, maar hij houdt je heel goed in de gaten, goed gecirculeerd. En als je luisterde, want hij is zo coöperatief. Blijft lekker zitten. Hij blijft lekker zitten. Ook pathologisch natuurlijk, ja. Een kind van 3. En dan hoor je rechts basaal wat crepitaties. Dus klinisch heb je een pneumonie. Ja. Wat doe je daarmee? Ga je een foto maken? Ga je CRP doen? Nee, ja, die CRP kindermeter heb ik niet en krijg ik dus ook niet. Nee, ik maak eigenlijk geen foto. Ja, ik moet je eerlijk zeggen dat ik wel geneigd ben om bij hoge koorts en afwijkingen over de longen wel antibiotica te geven. Nou, ik ben helemaal met je eens in deze kind. Hij is 3. Hij heeft een kort verhaal. Hij heeft een steunende ademhaling. Ziek en je hoort afwijking. Dus ja, dit is een klinisch diagnose, ja. Pneumonie. En ik zal hem amoxicilline geven. Maar dat is dezelfde als in jullie, ja. Standaard. Is dat hetzelfde? Wat is wel opvallend, want wij hebben ook naar alle de standaards gekeken en ook de dosisadvies voor amoxie in de NHG standaard is 40 milligrams per kilo. Eigenlijk is 50 milligrams per kilo. Dus ik wil even een tip geven, maar volgens mij veel van jullie dat weten, altijd bij kinderformularium kijken. Ja. En wat doe je nou bij overgevoeligheid? Dat is azithromycine, toch? Ja. Bij kinderen onder de 9. En boven de 9 is de doxycycline. Ja, dat klopt. En ook wat is belangrijk, omdat dit kind is best ziek. Steunend aan koorts, 39. Maar hij spuugt niet. Dus je kan makkelijk oraal antibiotica's net zo goed opgenomen als IV. Vroeger ging me ook heel veel deze kinderen IV behandelen. Maar we weten met orale antibiotica gaat het niet zo goed. Zullen we nog wat achtergrondinformatie geven, Carol? Goed. Ik ga even terug naar de PowerPoint. Ja.
Dus eigenlijk, wat is een pneumonie? Een luchtweginfectie, ontsteking van de longweefsel. En het is net als ik zei, een klinisch diagnose. Dus in een verder gezond kind die niet regelmatig pneumonies hebben. Dus een gezond kind met nu een acuut verhaal, een fout, een exthorax of bloedonderzoek heeft geen toegevoegd waarde. Omdat het niet altijd te differentiëren. Maar ik denk wel een heel belangrijk punt is, epidemiologisch weten we dat verder gezond kinderen die zijn volledig gevaccineerd met een mild onderste luchtweginfectie, dus eigenlijk de patiënten die jullie zien meestal in de praktijk, dat is meestal door een virus. Dus deze kinderen eigenlijk hebben antibiotica niet nodig. En ik denk, maar jij kan me beter vertellen, dat deze jonge kinderen kijken vaak antibiotica, maar ik denk, oh, ze zijn jong voor de zekerheid. Ja. En dan vaak zijn ze dan doorverwezen, omdat na 2 dagen amoxie zijn ze niet opgeknapt. En hoe hebben ze dit uitgezocht? Is dat dan met bloedkweken gedaan? Omdat je zegt, het is nou, met een daar is een tijdje geleden, ik weet het niet meer precies, maar dat er was een onderzoek gedaan waar ze de kinderen die waren gezien met een mild onderste luchtweginfectie, en ze hebben gekweekt in al de manieren dat je kan kweken. Dus echt al die viruskweeks en zo. En het is echt deze groep, maar je moet verder gezond en volledig gevaccineerd. En dan is het viraal. En eigenlijk dat zien we in de praktijk ook. We weten het gewoon. Kinderen om de 4 jaar, meer dan 50% van de pneumonie is gewoon viraal. De reden dat wij toch antibiotica geven, bij in ieder geval die groep 2 tot 4, is omdat er ook een deel bacterieel bij zit. En we willen niet dat er complicaties ontstaan. Maar bij die groep kinderen met deze voorwaarden, die Carol noemt, dus niet ernstig ziek, kan gewoon eten en drinken, geen hoge koorts. Niet dat steunende, niet reactieve kind zoals jij nu, of nou, wat niet coöperatief. Of dat te coöperatieve kind. Ja. Het was dit kind. Want een niet reactief, het is een echt groot alarmsignaal. Maar die groep kinderen, dus een hele milde vorm van pneumonie, dat is eigenlijk bijna altijd viraal. Dus dan is het heel fijn als je antibiotica in je zak kan laten praten. En wat ik dan wel doe, is gewoon heel duidelijk uitleggen aan ouders dat we geen antibiotica hoeven te geven, omdat het eigenlijk altijd viraal is, mits ouders bij alarmsymptomen terugkomen. Dus vererging van de klachten, het niet opknappen binnen 2-3 dagen of toenemende koorts, toenemende benauwdheid is een reden om opnieuw contact op te nemen, ook in de dienst bij de huisartsenpost. Ja. Als ze dat weten, kan je eigenlijk een heleboel antibiotica kuur voorkomen. En dat is net gepubliceerd in de Lancet, een ontzettend leuk onderzoek in de huisartspraktijk in Engeland, waar zij hadden kinderen, net hoe ik dit beschrijf, onder de 4 met onderste luchtweg, mild onderste luchtwegklachten. En zij hadden dubbelblinde, één groep amoxie gegeven en één groep placebo. En eigenlijk, ze waren net zo snel beter. Dus er komt meer en meer bewijs. Nou ja, omdat we denk ik dan wel best heel veel antibiotica voor niks geven. Dat denk ik. Ja, en de kinderen, en dan de kinderen knapt niet op. En dan dat geeft nog meer onrust natuurlijk. Omdat als je antibiotica hebt, dan denk je, oh, die moet beter worden. En als niet, dan meer onrust. Ik zie een vraag binnenkomen. Als het kind na één dag antibiotica helemaal verbeterd is en je hoort ook geen crepitaties meer, mag je de deur dan eerder stoppen? Nou, dat is een goede vraag eigenlijk. Maar ik moet zeggen, als dat kind zo snel opgeknapt met antibiotica, dan ik denk dat daar was een bacterie dat een rol speelt. Omdat wij zien echt, soms echt kinderen die komen binnen met buikpijn en spugen bij de chirurg en ze hebben een pneumonie. En ja, het is wonderspul. 2 shotjes antibiotica door de infuus zijn ze goed beter. Maar vaak oscult het. De afwijking, die blijft een tijdje. Ja, klopt. Dus ik snap de vraag. Het is ook echt een ingewikkelde vraag. Ja. En dan moet je het toch hebben over resistentie. We zeggen niet voor niets altijd kuur afmaken. Ja. En bij deze patiënt heb je toch de diagnose pneumonie gesteld en reden gevonden om antibiotica te starten. Hij is opgeknapt, dus je kan niet met zekerheid zeggen dat het een viraal beeld was. Juist zal ik verwachten dat het niet opknapt en langer duurde. Ja, bij virale infectie zeker. Maar ik denk ook, als die diagnose eenmaal gesteld en de kuur is gestart, zou ik hem afmaken. Ja. Maar het is een terechte vraag, want dit zijn nou de ingewikkelde overdenkingen. Ja, eigenlijk is geen goede of fout antwoord. Nee. Maar ik kan even nadenken.
Goed, oké. Ja, daar hebben we ook over gehad. Wat zijn de kliniek- en alarmsymptomen? En hoe moet je de ouders adviseren daarmee? Goed, en wanneer ga je insturen? Natuurlijk, we komen weer terug op de 3 A's. En ook als je denkt echt aan een bacteriële infectie en de antibiotica niet binnenblijven, dan moeten de kinderen ook komen. Maar ook daarmee. Ik wil het wel nog even hebben over de gecompliceerde pneumonie en de groep kinderen waar we extra op moeten letten. Wij zien bijvoorbeeld veel kinderen met neuromusculair lijden of de normale problematiek. Die kinderen verslikken zich makkelijker. Daar geven we ook bij kinderen met verslikproblemen geven we ook Augmentin. Die kinderen hebben ook meer risico op gecompliceerde pneumonie. Die kunnen gewoon minder goed ophoesten. En dat is de groep kinderen bij wie we echt oplettend moeten zijn. Hetzelfde geldt voor kinderen met hart- en longziekten. Dus congenitale hartaandoeningen, congenitale longaandoeningen. Of net een hele ernstige longontsteking doorgemaakt. Als die opnieuw komt met een longontsteking, dan moeten we echt even kijken, speelt er niet wat meer mee? Is er restschade? Zijn er nog postinfectieuze restafwijkingen? Of iets onderliggend natuurlijk. Iets onderliggend, is er een afweerprobleem? Kinderen bij wie we gewoon graag meekijken. En dat geldt ook voor de kinderen die prematuur geboren zijn. Die hebben gewoon makkelijker de mogelijkheid om snel klinische achteruitgang te laten zien. Zeker als ze dat in de eerste maanden meemaken, die pneumonie. Dus dat zijn echt de hoogrisicogroepen. En als je een pneumonie hebt, vind ik die alarmsymptomen zo belangrijk, omdat je ook veel complicaties hebt. Komt niet heel veel voor, maar bijvoorbeeld een pleuren-NPM, oftewel een schilpus gewoon midden in je borstkas, dat kan voorkomen. Dus kinderen die plastic in het koorts houden, ze zijn ook ziek, hè? Ze knapt echt niet op, ze hebben pijn vaak, de koorts is ook, en ze zijn ziek. Ja, dus die groep die wordt sowieso wel overlegd, maar dat is dus waar we op moeten letten. En ik vraag ook altijd even, is er een verslikincident geweest? Heeft je kind enorm gebruikt en daarna flink ingeademd. Augmentin, geen amoxicilline, omdat je op andere bacteriën moet denken. En ook de andere natuurlijk. Je moet altijd denken op een corpus alienum. Ja. Want zeker in pneumonie, daar moet je ook altijd aan denken. Ja, helemaal waar. Oké. Nou, de spreker van jou is druk. Je hebt al je isolatiemateriaal bijna op, hoor. Maar je hebt er nog één. Dat is Noah. Noah is 3 jaar en die hoest eigenlijk sinds juli. Het is nu november. En ze is eigenlijk bijna continu aan het hoesten. Af en toe wel even 1-2 weken hoestvrij en dan gaat ze weer. En het begon eigenlijk met een flinke bovenste luchtweginfectie. Het is een natte hoest. Ouders horen ook eigenlijk continu slijm en geruis. Ouders zeggen ze, het klinkt als een oude man. Ja. Klopt. En ouders roken bijna, dat wist je al. En dat is iets wat denk ik wel relevant is in dit verhaal. Maar als je nou zo'n kind binnenkrijgt, wat is dan het eerste wat jij zou doen? Ja, het wordt medicijnen, maar in ieder geval eerst even nakijken. En kijken of je wat over die longen hoort of dat je daar eigenlijk niks over hoort. Ja. En je zei al dat ze wel eerst een infectie had gehad voordat het begon, hè? Ja. En ik zou misschien wel vragen of dit de eerste keer is dat ze zo lang na iets blijft hoesten. Of dat ze misschien eigenlijk al stiekem bijna de hele leven hoest. Ja. Dus je kijkt dan ook van, is het zeg maar persisterend hoesten of is het hoesten en dan over en dan weer opnieuw hoesten. Ja. En dat kan dan natuurlijk ook wel verschillende oorzaken hebben, maar... Eigenlijk ben je het patroon aan het zoeken. Ja. Van wat voor patroon zit er nou? En dat is echt van nul tot het moment bij jou op een spreekuur. En is het bijvoorbeeld bij van warm naar koud, bakluchten, wc-sprays? Ja. Of is het uit het niets? Of het is echt de uitlokkende factoren ben je ook aan het uitvragen. Ja, mooi. En wat doe jij, Karel? Wat doe jij dan? En nou, dus dan precies over dat hoest, maar ook je wil wel meer weten over de rest van het kind. Failure to thrive, hoe gaat het met de ontwikkeling, andere infecties. Rokende ouders hebben we het over gehad. Dus ook een veel meer algemeen beeld van het kind. Ja. En zit je altijd diagnostiek in bij dit soort kinderen? Of eigenlijk niet? Nou, als deze kind, Noah, dan is verder gezond. En die hoest met name 's nachts heel veel. En ook bij inspanning klinkt dus een koffiepot, een borrel de hele tijd. Dan in nummer 1 in mijn werkdiagnose staan dan een PPP. Ja, ik zeg het altijd in Engels, omdat het veel beter is. Protracted bacterial bronchitis, eigenlijk een chronisch bronchitis, een persisterende bronchitis, hoe je dat wil noemen. En eigenlijk deze zijn verder gezond kinderen, die heeft een virale infectie gehad, dat roken helpt ook niet. En
dan zij blijft gewoon eigenlijk die theorie is dat die in de cellen die in je longen, die haartjes zijn een beetje aangetast, de slijm blijft daar en blijft een low-grade bacteriële infectie en het houdt die hoes aan de gang. En dan kan zij, dan krijgen wij 2 weken antibiotica als ze niks heeft gehad, amoxie, dus langdurig en veel kinderen knapt gewoon op. Ja, en dat doen we eigenlijk alleen bij de kinderen die echt 4 weken persistente hoestklachten heeft. En natte hoest, hè? Ja, maar deze patiënt die had tussendoor wel een paar dagen hoestvrij. En dan is eigenlijk toch de geruststellende diagnose, recidiverende bovenste luchtweginfecties met hoestklachten, de meest gestelde diagnose. Dan zijn het de 400 adenovirussen voor je 4e verjaardag die opkomen worden. Ja, en dan, ik vind het wel fijn als ouders dan gewoon wat uitleg krijgen over wat kan je nou eigenlijk verwachten aan hoesten bij jonge kinderen. Want ja, en zeker in dit seizoen is hoesten een beladen onderwerp. Je merkt het gewoon in de spreekkamer. Want ja, hoesten betekent niet naar een kinderdagverblijf, kinderen in de school. Dus mensen komen veel sneller bij ons. En toch hebben die kinderen ook de mogelijkheid nodig om gewoon hun afweer op te bouwen. Laten we even kijken naar de cijfers over wat normale hoesten is. Precies. Want dat vind ik altijd, als je dit aan ouders uitlegt, dan is er al een heleboel zorg weg. Want gemiddeld hoesten kinderen 11,3 keer per dag. Wat ze hebben gedaan is gewoon een hele grote groep kinderen een geluidsrecorder omgehangen. Die hebben daar een week mee rondgelopen. En dit was het gemiddeld hoestpatroon. Wat je ziet is dat kinderen eigenlijk nauwelijks hoesten in slaap. En dat er ook een range is in hoe vaak kinderen hoesten. 1 tot 24 keer per dag wordt gewoon als normaal gezien. Hoesten, veel ouders vinden dat vervelend, maar hoesten is essentieel, want we hebben dat nodig om onze luchtweg schoon te houden en vrij te houden. Dus eigenlijk geen hoestdrankje? Nou, niet bij kinderen met een luchtweginfectie, want die hoest, die moet die longen schoon houden en die voorkomt complicaties zoals een pneumonie. Maar dat gaf toch niet, want het hoestdrankje werkte toch niet? Dat is helemaal waar. Maar er zitten wel soms middelen in, sederende middelen, die voor jonge kinderen niet goed zijn. Dus we adviseren echt tegen. Het enige wat echt effectief is, is honing, omdat het de hoest wat verzacht. Dus kinderen hebben minder pijn bij het hoesten, want ja, dat is inderdaad soms onaangenaam. Maar het hoesten, ja, ik zeg altijd, hoesten moet, hoesten doet je goed, want het houdt je longen open. Precies. Maar even over de honing, dat mag je niet onder de leeftijd van een jaar geven. Ja, goede toevoeging. In verband met de kans op botulisme. Dus echt voor kinderen boven de jaren. Ja. Dus geen hoestdrankjes, het werkt niet. En je moet hoesten. En honing voor de oude kinderen. Als we even teruggaan naar die sluit die ik net liet zien. Dan is het eigenlijk zo dat kinderen onder de 6 jaar 6 tot 12 luchtweginfecties per jaar doormaken. Ik ben heel erg benieuwd hoeveel dat er dit jaar zijn. Ik denk veel meer, omdat ze gewoon nog immuniteit hebben. En als je bedenkt dat dat zich clustert in de herfst- en wintermaanden, dan is zo'n beloop, als het meisje wat bij jou op spreken was, heel normaal. Kinderen die gewoon hoesten, verkouden worden, opnieuw een hoestperiode ingaan. Want dus de ouders vindt een kind altijd ziek. Ja, maar bij een normale verkoudheid hoest je gemiddeld gewoon 10 dagen. 50% is na 10 dagen hoestvrij. 90% is na 25 dagen hoestvrij. Dat is ook waarom die 4 weken is genomen. Als het langer dan dat is, klopt het niet. En ook deze ouders rookten natuurlijk. Dus als je rookt, heb je vaker bovenste luchtweginfecties en je hoest lang. Ja. We hebben net al een beetje gehad over alarmsymptomen. En de volgende sluit die gaat erop in. Want wat essentieel is, dat je de abnormale hoest van de normale hoest kan onderscheiden. En daarmee kan je echt medicalisering voorkomen. En het belangrijkste is dat je hoest bij recidiverende infecties onderscheidt van de chronische hoest. En als die hoestfrequentie te hoog is, krijg je dan in je anamnese op alarmsymptomen. Ik pak altijd dit plaatje als ik onderwijs geef. Dus waar ik op screen is, zijn de persisterende prikkels. We hebben het al een paar keer over roken gehad. Hoe zit het met spierkracht? Bij hypotonie is een alarmsymptoom. Bewustzijnsproblematiek is ook een alarmsymptoom. Dat wisten we al, maar zeker ook in dit geval. Zijn er aanwijzingen dat de luchtwegen niet goed openstaan? Is er bijvoorbeeld aanwijzing dat astma een rol speelt? Daar ga je van hoesten. Dan heb je vaak droge hoestklachten bij. Maar ook kinderen met opnieuw die tracheobronchomalacie. Dus vanaf jongs af aan piepen bij inspanning en bij virale infecties. Dat zijn kinderen waarbij mogelijk er toch een reden is van het verkend hoesten. Kinderen met veel slijm, dus afwijkende infecties, frequente infecties in andere gebieden, dus vaak huidinfecties niet goed opknappen, eczeem wat vaak geïmpertiniseerd is. Dat zijn kinderen waarbij je moet denken, is er een afweerprobleem waardoor er zoveel slijm is. Tijdens slijmziekte hoef je wat minder bang voor te zijn, want dat zit inmiddels in de hielprik. En dan heb je nog een trilhaar. Je hebt trilhaar nodig om je slijm vanuit je longen naar je mond te transporteren waar je doorslikt en waardoor je de longen ook schoonhoudt. En dat slijmvlies kan aangetast worden door recidiverende luchtweginfecties, postvirale hoesten.
De meest voorkomende oorzaak is echt het postinfectieus of het infectieus hoesten en de persisterende blootstelling aan irritatieve stoffen. Prachtige aanleiding voor je stop met rokengesprek. En astma en viraal piepen kan ook een belangrijke reden zijn. En dat is echt een droge hoest die vaak in de nacht voorkomt. We gaan eens even door naar de volgende slide. Welke patiënten zien wij nou graag? Nou, kinderen die langer dan 4 weken een productieve hoest hebben, die achterblijven in de groei en ontwikkeling daarbij, waarbij het hoesten gerelateerd is aan de inname van voeding, want dan zijn wij bang voor verslikken en moeten we bekijken waar dat vandaan komt. En chronische hoest in combinatie met vaak of continue verschijnselen van dyspneu. Ook psychosociale factoren, heel veel stress omheen, kan reden zijn om door te verwijzen. En wat wij heel vaak doen is objectiveren. Ik had vandaag 3 nieuwe patiënten, met alle 3 heb ik afgesproken. Kom maar terug op het moment van klachten, dan kijken wij met je mee. Nou, wat zijn nou dingen waar je extra op kan letten? Bij kinderen die een droog hoest hebben, dus waar niet veel slijm hoorbaar is, let op piepen en kijk of er geen sprake is van onderliggend viraal piepen of astma. En zo nodig behandelt dat. Let op chronische rinitis. Bij adenoïdhypertrofie kan je vaak droge hoestklachten hebben, maar ook bij allergische rinitis. En bij de natte hoest, let op recidiverende onderluchtweginfecties, want dan denk je of aan afweer of aan een anatomisch probleem. Weer dat piepen, die traag je bronchomalacie. Meer dan 4 weken die geproteerde hoest, denk aan de geproteerde bronchitis. En bij het verslikken, daar hebben we het eigenlijk al over gehad. Als dit kind nou helemaal geen alarmsymptomen zou hebben, wat zou u dan doen bij deze patiënt? Tussendoor goed? Ja, helemaal goed. Ik zal het stop met rookgesprek aangaan, natuurlijk. Ja, snap ik, terecht. En wat geef je aan advies? Ik uitleg wat normaal is. Ja, dat en is dat het, is heel belangrijk. En ook inderdaad, tot de leeftijd van 2,5 jaar mag je 11 infecties per jaar hebben. Dus dat is dan, sommige ouders zeggen, oh, mag het zo wel? Dus leg uit wat normaal is. Ik denk dat het heel belangrijk is. En in een mooi moment voor je stop met roken gesprek. Ik wil heel even 1 ding aan jou vragen, omdat je had het over allergische rinitis. Maar natuurlijk, dat komt niet bij heel jong kinderen voor. Nee. Heel dus dat is zelden. Niet de bedoeling dat iedereen gaat fliksenazen springen. Absoluut niet, nee. Nee, maar het zijn met name die kinderen bij 3-4 jaar waar het heel af en toe zelfs voorkomt. Klopt. En dan is het gewoon goed om ernaar te vragen. Met name dat continu jeuken en wrijven aan je neus. Dat je de allergische groet, het wrijven in de ogen, rode tranen in de ogen als de kat. Vaak zijn ze ook atopisch. Ook, ja, die groep. Ik heb nog een vraag binnengekomen en dat is een heel leuke, vind ik. Dan op dit moment 15-20% van de patiënten in het Gooi laten testen op corona en zijn positief. Oh dear. En de vraag is, hoe kunnen wij schatten hoeveel kinderen met onstelijke klachten, baby's en peuters, zijn corona positief? Lastig, maar wat ik kan je wel vertellen is dat iedere kind die bij ons komt, die moet opgenomen met luchtwegklachten of koorts. Dus dat is bijna alle onze opnames. Het is heel zeldzaam dat we corona positief. En dat weten wij, dat de kinderen hebben heel weinig last daarvan. Ja, we doen een grote studie naar in Nederland met 53 Nederlandse kinderziekenhuizen. Kan je vinden op covidkids.nl. En daar kan je heel mooi zien dat we eigenlijk gelukkig heel weinig opgenomen kinderen hebben in Nederland met corona. De groep die het betreft, dat zijn kinderen onder het jaar of wat oudere kinderen. En daar wil ik wel gelijk aan zeggen dat die kinderen ons jaar niet zijn opgenomen omdat ze nou zo'n ernstige COVID-pneumonie hebben, maar omdat ze gewoon koorts hebben zonder focus. En elk kind met koorts zonder focus wordt opgenomen ter observatie of voor start antibiotica, afhankelijk van ziek zijn. En in die groep zit uiteraard ook een groep COVID-positieve kinderen. Maar een ernstige COVID-infectie bij kinderen onder de, nou, eigenlijk 15 jaar is gewoon heel erg zeldzaam. Risicofactoren zijn er eigenlijk nauwelijks. We zien het iets meer bij kinderen met aangeboren afweerproblematiek of kinderen met congenitale long- of hartaandoeningen. Maar dat is het. Dus eigenlijk wat wij gaan van corona meer last hebben, dus omdat de infecties waren vorige winter onderdrukt en nu zien we het allemaal. Ik denk dat is het. Ja. Goed, het is tijd. Ik wil Florien heel erg bedanken. Graag gedaan. En Caroline natuurlijk. Ik wil even een paar take-home messages of wat ik hoop dat jullie gaan meenemen morgen naar de praktijk. Als we beginnen met bronchitis, dat gaat over dat neus. Je moet echt iets met het snot doen. Dus spoelen. En silo mag. Als je piepen horen en je gaat wetelen geven, dan 1 puff is geen puff.
altijd minimaal 2 puffjes en herbeoordelen de effect. Dus net als Florien zegt, even de patiënt in de wachtkamer, snel een andere patiënt zien en weer verder. Voor de viral wheeze, episodisch viraal piepen dan. Dus die kinderen ga je ook beoordelen die effect van Ventolin. Je gaat veel, minstens 2 puffjes, 4 puffjes. Je kan het 8 keer per dag geven. En als het blijft terugkomen met iedere verkoudheid, dan overwegen inhalatiesteroïden. 50 micrograms 2 keer per dag fluoxetine, dat doen we niet. En oraal steroïden zijn eigenlijk voor in het ziekenhuis. Pneumonie, een heel belangrijk take-home message is dat de verder gezond kinderen volledig gevaccineerd met een mild onderste luchtweginfectie, dus wat jullie zien in de praktijk, die hoef je geen antibiotica te geven. En dan hebben wij hoesten. Hoesten is normaal. Je kan tot 11 keer per dag hoesten als een kind. En de meeste kinderen dat we zien met hoesten zijn gewoon altijd ziek. Omdat dat is de normale variatie van hoe vaak je mag een virale boze luchtweginfectie hebben. Natuurlijk altijd vragen over de rookgedrag van ouders. En dat is ook een mooi moment. En misschien een motivatie voor de ouders iets aan te doen. Want we weten ook als de ouders buiten roken. En een kind kan last daarvan hebben. Nou, succes! En we hopen dat we kunnen het allemaal onder controle houden deze winter hier in het Gooi. Vanaf morgen is dit webinar terug te kijken. Er zijn geen punten daarvoor, maar je hebt heel veel informatie. Dat is de waarde mee. Als je het waardevol vond, dan geef het door aan al je collega's, de HIO's, doe maar, omdat wij willen deze boodschap uitdragen. Dank je wel.